We hebben hier de JBL Studio 580BK en de opvallende kijkers al gezien hebben dat het een vrij bijzondere luidspreker is vanwege het feit dat er een horentweeter in zit. En ja, dat zie je niet zo vaak, JBL gebruikt het dus wel. En dit is een beetje de middenlijn vloerstaanders. De 580 is de middelste van de vloerstaanders, je hebt nog een 590 en een 570. De 580 heeft een hoorn en twee woofers. En die moeten te zien zijn. Even kijken. Het vondje kan af. Zo. Zoals u hier ziet, twee woofers en hier een compression horn driver. De 580BK kost 900 euro per stuk. En dat maakt hem niet heel goedkoop, maar ook zeker niet heel duur. We weten niet hoe goed hij klinkt, dus of het nou prijstechnisch een interessante luidspreker is, dat kunnen we nog niet zeggen. Wel kunnen we zeggen dat het frequentiebereik van 40 Hz tot 40 kHz loopt. Niet heel laag, maar voldoende in de meeste gevallen. En JBL heeft gezegd dat het een vermogen adviseert van 200 watt. En dat vinden we best wel fors. Meestal zeggen ze tussen de 40 en 120 watt of zelfs vanaf 20 watt is het al prima. 200 watt gaat JBL aan. Nou, kijken we achterop. Luidspreker weegt overigens een kilootje of 20, dus niet heel licht. Dan zien we dat het een basreflexsysteem is en dat het mogelijk is om te bewiren of te beampen, wat u maar wilt. Bruggetjes zijn meegeleverd natuurlijk. De uitgang, de basreflexpoort, is af te doppen. En dat kan natuurlijk handig zijn als u de luidspreker wat dichter bij de muur moet zetten. We hebben een demo gehoord op de IFA vorig jaar en toen viel op dat die hoorn hebben een best wel specifieke klankkleur. Het is vrij fris, het is upfront en doorgaans heeft een hoorn een heel hoog rendement. Dus we snappen niet helemaal waar die 200 watt nou vandaan komt. Maar we hebben hier voldoende vermogen met die vermenigvoerd monoblokken. Dus aansturen zal geen enkel probleem zijn. Waar wij vooral naar benieuwd zijn. Het frontje is niet heel gemakkelijk. Je zou het hier erin moeten. En dan zo. Die zit er netjes op. Nogmaals, wij kunnen deze speaker gelukkig gemakkelijk aansturen. En waar wij dan benieuwd zijn is, hoe gedraagt hij zich nou in de woonkamer? Is het een vergevingsgezinde luidspreker of is het juist ultra kritisch? De IFA-demo heeft dat nog niet heel erg goed kunnen laten horen, want de ruimte is slecht. Je zit met meerdere mensen, het is warm, je kent de apparatuur erachter niet. Dus ja, is deze JBL nou een allrounder of is het echt een hele specifieke luidspreker met een kritische doelgroep? Ja, weet ik niet. U kunt het lezen in de review die we binnenkort plaatsen. Dus we hopen u snel terug te zien. Dank u wel.